Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar de Miss Natural Talkshow. Het is vandaag maandag 2 oktober, de herfst is alweer begonnen en ik ben er helemaal klaar voor om een nieuwe talkshow met jullie te doen. En je kunt gewoon interactief met mij meedoen. Ik heb vandaag hele leuke gasten. Ik ben ook enorm trots op het project dat we eigenlijk ook dit weekend hebben gelanceerd. De website is live gegaan van Samen Natuurlijk Zwanger Worden. En zoals je misschien weet, ben ik precies een jaar geleden eigenlijk 9 koppels gaan volgen. In de zomer van 2016 deden we daar een oproep voor. Ik zal heel even dit berichtje weglaten, mijn naam laten zien. Deden we een oproep om... We zochten toen 20 koppels met een kinderwens en uiteindelijk hebben we daar 9 koppels uit geselecteerd. Ik ben Eva van Zeeland van Miss Natural Lifestyle, platform en de community gericht op natuurlijk leven, biologisch eten. En dat vooral gaat om bewustwording. En bewustwording wat je allemaal zelf kunt doen om je gezondheid te optimaliseren. En dat heeft zeker ook met zwanger worden te maken. Want je kunt zoveel meer zelf doen dan je misschien denkt. En ik heb dat zelf meegemaakt, dus ik praat ook uit eigen ervaring. En als je nu zit te kijken, nou, laat het even weten of dat zo is, of ik goed ben te verstaan. Je kunt een reactie achterlaten en ook een vraag stellen voor mij of later ook voor Ilse en Raphaël, want die ga ik in de uitzending halen. Dan laat zeker even een berichtje achter. Ik heb er zelf namelijk ruim 5 jaar over gedaan om de eerste keer zwanger te worden. Ik was gestopt met de pil en ik dacht ook, nou, eerst moet die pil uit mijn systeem, die hormonen, daar was ik wel heel erg bewust van. Ik denk, nou, daar neem ik gewoon de tijd voor. Toen ik na een jaar nog niet zwanger werd, maakte me ook nog niet zo'n zorgen. Eigenlijk zijn we pas na 3 jaar naar de huisarts gegaan en dan word je doorverwezen naar het ziekenhuis. Normaal gesproken is dat meestal na een jaar dat stellen bij de huisarts terechtkomen en dat je dan doorverwezen wordt naar het ziekenhuis. Maar er is veel meer wat je kunt doen in die fase voordat je naar het ziekenhuis doorverwezen wordt. En dat wist ik niet. Ik was me daar niet van bewust wat ik allemaal zelf kon doen. En daarom ben ik dit project ook gestart. Dit mooie programma hebben we gemaakt om meer koppels bewust te maken hoe je zelf samen je natuurlijke vruchtbaarheid kunt herstellen. Want het niet zwanger worden is eigenlijk een signaal van het lichaam dat er iets niet goed gaat. En dat er iets hersteld kan worden. En dat hebben we ook mogen meemaken met de koppels die we hebben gevolgd. Van de 9 koppels zijn er nu 3 zwanger. 2 baby's zijn al geboren. Ik heb al 2 geboortekaartjes hier in mijn hand. Loli, dat was de eerste, Ilse en Raphaël. En Mats, die is ook geboren, een jongetje. En ik verwacht binnenkort nog een kaartje, want de derde is ook hoogzwanger. Dus ja, dit is gewoon een heel mooi traject. En ik denk dat ik ook de 4e al bekend mag maken. Want er zijn gewoon al 4 zwanger. Want ik zag het al op Facebook, dat ze het ook had gedeeld met de rest van de wereld. Dit is echt ongelooflijk. Dadelijk gewoon al meer dan de helft die allemaal al zwanger zijn. Dus ik denk dat het gewoon een heel mooi programma is om zeker te gaan kijken. Als eerste ga ik met Ilse en Raphaël zo kletsen. En die vertellen ook hun persoonlijke verhaal. Ik zal even heel kort nog mijn verhaal vertellen hoe dat was. Dus heb je vragen, zit je nu te kijken, stel ze gerust in de comments. Of laat even weten dat je erbij bent. Ik ben in het ziekenhuis beland. Ik heb uiteindelijk mijn grenzen ook verlegd, want ik wilde helemaal niet het medische traject in. Maar dan ga je toch voor IWI, dus eerst 3 keer IWI gedaan, dan krijg je een evaluatiegesprek. We hadden overigens niets aanwijsbaars, mijn partner en ik. Dus dat maakt het helemaal frustrerend dat je daar geen vinger op kan leggen wat dan de oorzaak is. Toen nog een keer 3 keer IWI gedaan. Uiteindelijk toen voor IVF gekozen. IVF is toen ook op niets uitgelopen. Toen werd het een ICSI-behandeling. Die ICSI-behandeling, dat werd ook uiteindelijk niks. En toen de laatste poging zou dan ook weer een ICSI-poging zijn. Maar toen was ik met hormoonstimulatie bezig. En toen had ik te weinig eitjes voor de punctie. En toen zei letterlijk de gynaecoloog, nou, dan doen we het zaad erbij. Rondje van de zaak, kost je geen poging. Daarvoor was ik nog bij een natuurarts geweest die letterlijk tegen mij zei, ga meer aarden, je zit te veel in je hoofd. Toen ik met hem in gesprek was, werd ook heel mijn keelgebied werd helemaal rood. Ik pakte er een boekje bij, ging hij nog wat opzoeken. Ik kreeg een korreltje slangengif en nog sepia. En hij zei, ga maar eens lekker in de tuin werken, meer aan yoga doen. Dus een heleboel andere dingen. En dus die holistische aanpak, die hebben we ook zeker gebruikt in het programma Samen Natuurlijk Zwanger Worden. Omdat het veel meer is dan alleen maar voeding of uit je hoofd of een vervuild lichaam. Het is de combinatie van alles. En dat willen we ook heel erg laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in dit programma. Uiteindelijk ben ik toen wel zwanger geworden, dus een soort semi-natuurlijk. Omdat ik hormoonstimulatie had, had ik meerdere eitjes, maar te weinig voor een punctie. Uiteindelijk heeft ze het zaad erbij gedaan en toen ben ik zwanger geworden van mijn tweeling. Dat is Bob en Lex, die zijn nu 7 jaar, dus dat is al 7,5 zeggen ze zelf. Dus dat is echt al weer eventjes geleden. Maar ja, ik had meteen de jackpot, dus ik was helemaal blij en ook helemaal gelukkig en eigenlijk ook helemaal klaar. Want ja, mijn onvervulde kinderwens werd in één keer beloond met 2 kinderen. En ja, voor mij was het helemaal rond. Ik heb me altijd moeder gevoeld, ook al had ik geen kinderen. En ja, ik had gewoon heel erg het gevoel dat ik het wel zou worden. Ik vond het ook heel erg lastig in de periode dat ik niet zwanger werd. Dat ik dan vriendinnen had die mij daarop aanspraken en gewoon letterlijk zeiden... Van ja, maar wat als het dan nooit komt? Dan moet je ook rekening mee houden. Dan moet je ook al over na gaan denken. En dan werd ik ja, best wel boos. Want ja, dat wil je niet als die wens zo groot is. Ik had zelfs ook 2 vriendinnen in die periode die abortus hebben gepleegd. En ja, dat voelt natuurlijk ook heel raar. Ik ben wel heel dankbaar dat ze dat wel tegen mij hebben verteld. En dat wel hebben geuit. Maar... je maakt een hele hoop mee. Ik ben er altijd heel open over geweest. En ik was ook op zoek, omdat ik er zo open over was... naar andere stellen die problemen hadden om zwanger te worden. Omdat ik dacht, ja, dus wellicht kunnen we ook van elkaar leren. Dus ik ben er altijd open over geweest. Ik weet dat er heel veel mensen niet open over zijn. En het een lastig onderwerp vinden. Zich ook schamen daarvoor. Want ja, ik voelde me ook een soort van mislukt. Mislukt als vrouw. Want waarom werkte mijn lichaam niet waarvoor het bedoeld was... ja, en ook bij mannen kan ik wel heel goed begrijpen als bijvoorbeeld de zaadkwaliteit minder is, dat je daar ja, een soort van belemmering op hebt om dat met de hele wereld te delen. Maar ik denk dat het juist goed is als we verhalen met elkaar kunnen delen, om daar de best practice uit te kunnen halen. Uiteindelijk ben ik, even kijken, dus nu 3 jaar geleden mijn eerste vriendje weer tegengekomen van toen ik 16 was. 22 jaar later werden we opnieuw verliefd, dus dit is wel een nieuwe man. En... toen, ja, hij had nog geen kinderen en hij had nog wel die kinderwens en ik was eigenlijk al vervuld en daar klaar mee. En toen heb ik wel daarover nagedacht, ook heel bewust verteld van, nou, ik wil niet meer het medische traject in. Ik heb een heleboel kennis nu wel over de natuurlijke levensstijl. Ik heb orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd, dus op een gegeven moment wist ik wel, oké, wat kun je nog meer doen om je lichaam voor te bereiden op een zwangerschap? Dus ik stelde voor, nou, dan gaan we een detox doen, dan gaan we voedingssupplementen gebruiken. En dan nog een heleboel meer dingen die we kunnen doen om te optimaliseren. En toen was ik dus binnen 2 weken zwanger. Ik had mijn spiraal eruit gehaald en ik was zwanger. Maar dat wist ik niet en ik geloofde het ook niet. Pas na 17 weken, toen heb ik nog een test gedaan. En toen kwam ik dus achter dat ik al zwanger was voor 17 weken. Want bij mijn hoofd kon het er gewoon niet in dat ik zwanger kon zijn zo snel. De eerste keer 5,5 jaar en dus nu binnen 2 weken. En ik was toen al 39, dus leeftijd ja, kun je daar ook niet op gooien dat dat dan direct ook een verminderende factor is. Ik zie het meer als de tijd die je rondloopt op aarde en de tijd die je... hebt om allerlei toxische stoffen ook tot je te nemen en allerlei tekorten op te bouwen in je lichaam. Dus hoe langer we op aarde zijn, hoe meer vervuiling er is, maar ook hoeveel meer tekorten je kunt krijgen. Nou, dat is even heel kort mijn verhaal. Uiteindelijk ben ik dus moeder geworden nog van een meisje. En dat is Indy. Je ziet hier, ze is nu 2. En Indy, ja, dat is natuurlijk hartstikke cadeautje nog extra. En een meisje ook nog. Ja, ik ben echt de koning te rijk, of de koningin. Heel blij ook. En ook ja, super dat ik zo snel zwanger werd nu. Dat is echt het grootste contrast ooit. En ja, ik ben ook heel blij dat ik nu blijkbaar inderdaad op dit pad ben gekomen. Dat ik nu ook andere mensen mag helpen en inspireren om zwanger te worden. Om de kans te vergroten om die natuurlijke vruchtbaarheid te herstellen. En zo ook bij Ilse en Raphaël. Want vorige zomer hadden we de oproep in Miss Natural Magazine. Dat we stellen zochten. En die gingen we ook op camera volgen. Dus ik snap best dat niet iedereen zich daarvoor heeft opgegeven. Maar jullie waren zo dapper om je wel op te geven. Dus ik ga nu Ilse en Raphaël even in de uitzending erbij halen. Daar komen ze aan. Kijk, en dan zie ik alleen de naam Ilse. Maar ja. Raphaël naast, dat kan iedereen zien. Leuk dat jullie erbij zijn. Dankjewel. Leuk dat wij in de uitzending mochten komen. Ja. Want jij zag mijn oproep. Hoe ging dat bij jullie? Hadden jullie het magazine zelf gevonden of in de nieuwsbrief gezien? Nou, ik volgde jou al enige tijd. Dus ik kreeg regelmatig mailtjes in mijn mailbox. En zo zag ik ook de oproep van, ja, dat jullie stellen zochten. Had je meteen zoiets van, ja, we doen mee? Of was er nog enige twijfel? Nou, ik had wel zoiets van, we gaan het gewoon proberen. Wie weet worden we uitgekozen. En ja, we hadden wel zoiets van, dit komt wel op het juiste moment. Het heeft zo moeten zijn. En, ja. Raphaël, hoe lang waren jullie bezig om, ja, met jullie kinderwens? Want was het, ja, waren jullie al... Hoe lang zijn jullie samen nu? Bijna 9 jaar nu? Ja, ja, bijna 9 jaar, ja. 5 jaar getrouwd ondertussen. En wij waren hoe lang echt bezig met zwanger worden? Ik denk, ja, ruim een half jaar. Zoiets, ja. Maar ja, we hebben net in de vakantie daarvoor besloten om te stoppen, ook met het medische traject. Ja, want jullie hebben een speciale, of speciale, een aparte historie. Want ik noemde dit, deze talkshow ook natuurlijk zwanger worden met PCOS. Maar dat is natuurlijk een beetje misleidend, want je hebt uiteindelijk geen PCOS meer, want daardoor ben je zwanger geworden. Maar die diagnose hadden ze jou wel gegeven toen in het ziekenhuis, toch? Ja, klopt, klopt. In het ziekenhuis zeiden ze dat daarom een natuurlijke zwangerschap ja, waarschijnlijk niet zou lukken, omdat ik dus PCOS had. Ja, dat zeiden ze ook heel, inderdaad heel stellig, van dat je inderdaad dat kon vergeten, dat je zonder hormoonbehandelingen nooit zwanger zou kunnen worden. Klopt. Ja, dat, ja. En daarvoor kwam je inderdaad in het ziekenhuis, want je had pijn in je buik. En, dat was toen voor een uitstraling, kwam je erachter, baarmoeder, halskankeronderzoek, hè, dat standaard verhaal. Ja, klopt. Ja, dat is nou 2 jaar geleden bijna, denk ik. Ja, want vorig jaar zijn we dan zwanger geraakt, rond oktober, november. En dat jaar daarvoor had ik al last van mijn buik. En heb ik ja, onderzoeken gehad in het ziekenhuis. En toen konden ze elke keer niks vinden. En uiteindelijk... Ja, wat had je allemaal dan? En hoe lang waren die al? Ja, die pijn onder in mijn buik, dat was echt ja, richting mijn lies. Ja. Onder in mijn buik had ik best wel al een hele tijd last van. Maar nou, nooit echt alarm opgeslagen. Maar uiteindelijk had ik wel zoiets van, ja, ik moet er toch echt wel iets aan doen. En ik wil ook wel weten wat het is. Ja, ik maakte me op een gegeven moment toch wel zorgen, omdat het zo lang aanhield. Ja, en toen kwamen die onderzoeken in het ziekenhuis. En ja, daar kwam elke keer niks uit. Echo's gehad en zo. En ja, uiteindelijk dan toch ook, nou, daar zijn ze trouwens mee begonnen om een uitschrijving te maken, want daar wilden ze natuurlijk wel even uitsluiten. Ja, en uit dat uitschrijving bleek dat ik PAP3b had. Schrikken natuurlijk. Ja, ja, dat was wel eventjes schrikken. Maar goed, toen hebben ze wel meteen de onrustige cellen weggehaald. Dus toen was het eigenlijk ook goed. Gelukkig ook dus geen, ja, verder geen erge cellen meer. Toen moesten jullie ook in één keer gaan, nou, of moesten, toen waren jullie iets bewuster van inderdaad wat, met je kinderwens meteen toch? Ja, dat moment was wel echt het moment van, voor haar, van ik wil toch echt wel heel graag kinderen en het liefst nu. Vanaf het moment dat ze te horen kreeg dat ze PAP3b had. Ja, vanaf dat moment was de knop echt gewoon daadwerkelijk meteen om. Ja, daarvoor was dat niet zo bij mij. We zien wel wanneer het ooit komt. Ja, 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 ik was daar nog niet zo mee bezig. Nee, totdat ik die diagnose kreeg van PAP3b, toen kwam meteen, ja, was een eye-opener. En ik had zoiets van, oké, dadelijk lukt het niet. Ja, het was ineens heel dichtbij of zo, dat het misschien wel niet zou lukken. En Ilse, hoe was jouw menstruatie in jou, vanaf dat je begon te menstrueren? Is dat altijd dan wel normaal geweest? Of is dat altijd verschillend? Ja, ik ben al op jonge leeftijd begonnen aan anticonceptiepil. En hoe oud was je toen? 15. Ik was 15, 16 ook hoor. Dus. Ja, 15 jaar, op hele jonge leeftijd. En, op een gegeven moment, dat was nog voordat dat we kinderen wilden. Had ik zoiets, ik wil die troep gewoon niet meer in mijn lichaam. Ik wil stoppen met de pil. Maar toen wilde ik nog niet per se kinderen. Dus toen moesten we wel op een andere manier natuurlijk, ja. Dus hoeveel jaar heb jij de pil gebruikt dan, denk je, totaal? Wanneer ben ik... Een periode van 10 jaar achter elkaar, hoor. En daarna even niet. Ja, Ja, ik denk tot mijn 27e wel. 26, 27e denk ik. Ja, ja. Want heel veel vrouwen, en mannen denk ik ook niet, weten niet dat de pil ook zorgt voor depletie aan voedingsstoffen in je lichaam. Want het is een medicijn. En wat doen medicijnen? Die roven juist weer vitamine in je lichaam. Omdat ja, die daar ook op leven, zeg maar. En dat wist ik dus ook niet. Dat heb ik ook eigenlijk in dit traject geleerd. Dat je eigenlijk al tekorten hebt als je de pil gebruikt. Net zoals je zou roken, zou je ook extra vitamine C moeten gebruiken. Ja. Dat weten we wel. Maar of als je heel veel suiker eet, dan heb je ook vitamine C nodig. Maar als je inderdaad de pil gebruikt, ik heb er een heel lijstje van, dan heb je ook inderdaad al tekorten. En die heel belangrijk zijn om een zwangerschap überhaupt mogelijk te maken. Ja, dus en ook nog dat je je heel anders kunt gaan voelen door de pil. Daar was ik me ook niet zo van bewust. Het was echt het verschil toen ik gestopt was. Toen dacht ik van oké, ik heb me al die tijd dus wel echt veel slechter gevoeld dan toen ik dus stopte met de pil. Ja. Ja, dat hoor je veel, hè? De vrouwen die daar last van hebben. Ja. Dat zijn wel natuurlijk antwoorden. Wat zei je? De werd ze nog liever. Oh, kijk. Ja, maar je hebt gewoon, natuurlijk, hè? Je hebt de Ladycomp, hè? Dat is zo'n computertje, die heb ik ook zelf nog eens geprobeerd. Of je hebt gewoon mildere methodes. Ik zat zelfs aan de Diane 35-pil, die pil die ook voor jeugdpuisjes was in die tijd. En die later zelfs van de markt is gehaald in 2012, omdat die ook trombose zou veroorzaken. Heel te krijgen, ja. Oké, dus dat was al heftig, hè? Dat hele verhaal van dan moeten we nu toch wel even serieus over de kinderwens gaan nadenken. En dus in het ziekenhuis zeiden ze tegen jullie, nou, omdat je PCOS hebt, misschien kan je zelf even uitleggen wat PCOS is voor de mensen die niet weten, want had je helemaal geen cyclus? Of? Jawel, ik had wel een cyclus. Eigenlijk met PCOS... Heel veel vrouwen die hebben juist last dat ze heel weinig ongesteld worden daardoor. Ik had het toen om de 2 weken werd ik wel ongesteld. Oh, hoera. Het heeft eerst heel lang geduurd voordat ik met de pil stopte. Dat ik weer menstrueerde. Ja, dat heeft echt wel meer dan een half jaar geduurd. En toen het zoveel was, was het echt wel heel onregelmatig. Ja, of heel snel achter elkaar. Dus je weet eigenlijk niet hoe jouw natuurlijke cyclus was, omdat jij al die tijd in de pil bent geweest. Ja. Dat misschien wel door die pil komt. Ik zeg maar iets, dat je PCOS hebt gekregen. Ik weet het ook. Maar... Ik kan me zo inderdaad voorstellen dat het daar ook wel mee te maken heeft. Ja, ik weet het niet. Nee. Het zal in ieder geval niet eraan bij hebben gedragen. Ja, dus je had... Eigenlijk mensen weer die inderdaad niet zoals het hoort, zeg maar. En dan nog is elke menstruatie weer uniek. Hè? Want heel veel mensen denken dat het echt traditioneel binnen die 28 dagen is. Maar dat hoeft ook weer niet. Want wat op een gegeven moment... je hebt je aangemeld voor het programma. En ik zal even voor de mensen uitleggen wat het programma inhield. We zijn bij jullie thuis gekomen. Jullie hebben van ons een pakket ook met voedingssupplementen gekregen. Speciaal voor de man en speciaal voor de vrouw. Omdat er toch andere behoeftes zijn. Hè. Voor de man willen we de zaadkwaliteit optimaliseren. En voor de vrouw de eicelkwaliteit. En dan is het natuurlijk ook nog eens de combinatie die moet werken. En heel veel mensen zullen zeggen van, mijn zaad is niks mis mee. Misschien was er met jouw zaad ook niks mis, maar... Zwanger worden is een topprestatie leveren. En dan kun je maar beter zorgen dat je ook helemaal in topconditie bent. Want goed zaad kan een eicel ook nog bereiken en zelfs binnendringen. Maar dan nog kan er een fout in de celdeling plaatsvinden. Omdat er net niet de juiste voedingsstoffen in zitten. En dan ook, als je zo'n prachtig exemplaar als Loli wil krijgen. Die heeft in ieder geval een hele goede start gehad. Dus dat is, die voedingssupplementen hebben we gehad. Nou, voeding, hè, Ilse, jij bent zelf ook met voeding al bezig. Want ik weet, ik kwam bij jou en daar stonden de potten havermout en chiazaad. En jij maakt al een lekkere suikervrije koekjes en dat soort zaken. Dus daar was niet veel winst te halen. Maar bij jullie, misschien kun je daarover hebben wat jij denkt dat bij jullie net datgene is geweest. Wat voor jullie net... die trigger is geweest om nu wel zwanger te worden. Ik denk dat stress sowieso er ook wel mee te maken heeft. Want wij leven wel gewoon gezond. Zo min mogelijk toxische stoffen en met hormoonbestorende stoffen in huis, in schoonmaakmiddelen en al dat soort dingen. En in eten. Ja. Maar ik denk dat stress er ook nog wel mee te maken heeft. Ja, want ja. Je had eigenlijk een dubbele baan, toch? Hè? Ja, een dubbele baan inderdaad in het onderwijs en voedingscoach. Ik werk ook voor mezelf als voedingscoach. Maar ik denk niet zozeer stress vanuit werk, maar ja, ook dat je graag zwanger wilt worden, maar dat het niet lukt. Ja. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, daar heb je veel stress over. Ja, ja, en dat mensen... Jij zegt ja, maar sorry. Nee, precies wat jij toen straks benoemde, want die twijfel aan haarzelf, zeg maar, van hè, ik ben mislukt als vrouw. En dat verhaaltje, zeg maar, dat was volgens mij bij haar boven in die bovenkamer gewoon echt heel erg aan het malen. En ik denk dat dat een stressfactor was van allemaal. Ja, ja, dat je het gewoon niet meer... want kon je het nog wel geloven, positief inzien, Ilse? Of had je op een gegeven moment... Ja. Nee, want we hebben op een gegeven moment dan gezegd dat we met het ziekenhuis zouden stoppen. Omdat we er alle twee niet achter stonden. Maar ik wilde het eerste instantie nog wel... ik durfde niet echt te benoemen tegenover Raphaël dat ik er niet helemaal achter stond. Want ik dacht, ja, het ligt aan mij. Dat we niet zwanger waren. Waar je niet achter stond, want wat was je aan het doen? Was je hormonen aan het spuiten? Ik heb een kuurtje Clomid gebruikt. Dat zijn pilletjes voor... om de ijsprong, moet je uitdenken. Om een natuurlijk, of niet om een natuurlijke zwangerschap, maar om de zwangerschap, ze gaan het een beetje medisch inderdaad overnemen, hè? Dus Clomid heb je toen gebruikt en je merkte gewoon dat je daar lichamelijk alweer op reageerde, of dat werd je stemming daarvan anders, of... Ja, absoluut. Ik werd er echt wel meer down van. En het voelde gewoon echt niet prettig. Het was niet meer mezelf. Terwijl ik echt maar een weekje heb gebruikt. Maar ik voelde echt wel meteen dat verschil. Nee, ik stond... En was dat voor een IWI-poging toen? Wat zeg je? Was dat voor een IWI-poging wat jullie toen gingen doen? Of gewoon... Nee. Om de cyclus, natuurlijke cyclus te reguleren? Ja, de ijsprong te krijgen, zo te zeggen. Ja. Je lijkt al aan het kwebbelen, hè? Ik ga heel even kijken of zo. Ja, maar Raphaël, jij had ook al zoiets van, dat het gewoon, zij voelde zich niet fijn bij en jij stond daar ook achter van, dan stoppen we er gewoon mee, toch? Ja, zeker. Ja, absoluut. Want ik heb voor mezelf altijd geweten dat ik niet vaderloos oud zou worden. Hmm. Ja, bij mij was gewoon, ik wist gewoon dat ik op een goede dag vader zou gaan worden. En daar heb ik nog nooit geen één seconde aan getwijfeld. Nee. Dus ergens binnen, ik wist gewoon dat dat ging gebeuren. Ja. En dat vertrouwen was bij mij, zeg maar, was aanwezig, denk ik, voor twee personen. Nou, dat is mooi. Want als de ene inderdaad wat minder inziet, want dat is het. Ja, je bent als koppel. Dit is gewoon de meest heftige periode die je kunt hebben. Naast natuurlijk allerlei andere heftige zaken die je kunt samen meemaken. Maar ik heb het ook meegemaakt. En wij zijn niet meer bij elkaar. Mijn ex en de vader van mijn kinderen. We hebben natuurlijk wel nog een hele goede... Natuurlijk, dat is niet zo natuurlijk. Maar wij hebben een goede verstandhouding nog. Maar het is enorm stressvol voor je relatie ook. Als je inderdaad op de klok bijna seks gaat hebben. Of dat je inderdaad... de ene is verdrietig en de ander heeft zin. Ja. Ja, maar dat was denk ik ook de grootste reden om met het ziekenhuisverhaal te stoppen. Ja. Voor mij sowieso, want het levert te veel stress op. Ja. Ja, en met zo'n potje naar het ziekenhuis. En ik weet het ook nog. Het is gewoon niet... het voelt niet natuurlijk, maar ik verlegde wel telkens mijn grenzen. En jullie hebben inderdaad op tijd aangegeven van, tot hier, dit is mijn grens. Maar je wordt in het ziekenhuis ook best wel meegenomen in het verhaal. Of bijna geduwd, hè. Want dan, we hebben nu IWI gedaan. Dan gaan we nu voor IVF. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, en misschien... en die keuze moet je wel echt zelfstandig durven nemen. En vrienden, en iedereen heeft er natuurlijk een mening over. Maar wij zijn uiteindelijk wel... Bij jullie in de omgeving? Waren jullie er open altijd over? Of is het eigenlijk voor het eerst dat je er open over bent? Nee, wij zijn er eigenlijk altijd heel goed over geweest. En dat was juist wel heel fijn. Want daardoor hoor je juist van nog meer stellen die er ook last van hebben. Het is echt wel heel fijn. Tenminste, voor ons was het fijn om er open over te zijn. Ik krijg natuurlijk ook wel vaak de vraag. En jullie, wanneer beginnen jullie aan kinderen? Ja, dan best wel pijnlijk. En als mensen in je omgeving het weten, dat het niet vanzelfsprekend is en dat het niet lukt, dan houden ze daar ook rekening mee. Dan krijg je ook minder vaak die vraag. Ja, maar die vragen komen toch wel. Maar ik vond het juist mooi iedere keer als de vraag kwam: hoe zit het bij jullie? Je geeft gewoon een eerlijk antwoord. En je zegt gewoon hoe de boot in de steel steekt. Dan in één keer hebben die mensen begrepen. Ze hebben het zelf ook weer gehad. Of ze kennen ook een broer of een zus die het heeft gedaan. En dan ontstaat ook heel snel een gesprek. De diepte gaat, zeg maar. Ik ben niet iemand die al lief. Als iemand bij mij vraagt en in welke fase wij zitten met betrekking tot het krijgen van kinderen, krijgen ze gewoon een eerlijk antwoord. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens vervelende antwoorden. Zoals, je moet het gewoon loslaten. Of, je hoeft maar naar mij te kijken en ik werd zwanger. Of, ga op vakantie. Ja. Klopt. Maar in heel veel van die dingen, op vakantie gaan, daar zit natuurlijk wel waarheid in. Ja. En het loslaten is wel iets in van, ik ben te gefixeerd. Of het leven gaat erna gewoon door. Ja. En zo maar is dat... Ja, maar het blijft een feit dat als buitenstaander die dit nooit heeft meegemaakt zelf, dat je totaal niet helemaal kan invoelen inderdaad hoe dat dan voor die ander zou zijn. Want het is ook iets raars, want je hebt gewoon een wens, een verlangen naar iets wat je nog nooit hebt gehad. Dat je nog nooit, je bent nooit ouder geweest, je hebt nog, je weet, natuurlijk heb je ooit wel een baby vastgehouden, maar dat verlangen is gewoon zo sterk en dat maakt het... sowieso pijnlijk ook. Eigenlijk rouw je al om iets dat je niet hebt gekend. Zo heb ik het ooit verwoord. En ik denk dat veel mensen die misschien zitten te kijken, dat ook herkennen. En ik zie dat er weinig mensen reageren, maar dat snap ik wel. Want dit is misschien niet iets waar je snel op reageert. Maar ook mensen die dit probleem zelf niet kennen, maar wel mensen in hun omgeving hebben en die dit nu kijken. Ja, vraag gewoon hoe het met mensen is die dit traject meemaken. En je kunt gewoon heel erg voor support zijn. En soms hoef je ook niet direct op de inhoud te gaan, maar kun je er wel voor iemand zijn, toch? Ja. Even kijken, want we waren nu... dus jullie stopten met het ziekenhuis. En toen zijn jullie met de supplementen gestart. En jij bent ook iets met de stress. Want dat wilde ik nog vertellen, dat er meerdere soorten stress zijn. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Want heel veel mensen denken aan stress van, ik ben druk. Veel dingen op mijn bordje, ballen hoog houden. Maar je hebt ook zoiets als nutriëntenstress. Dat je tekorten hebt van bepaalde voedingsstoffen. En dat weten veel mensen ook niet. Dat ook een vorm van stress is. En wat ik net al vertelde, door de pil kun je inderdaad nutriëntenstress krijgen. Maar je hebt ook nog, had jij dat gedaan, de hartrating meting? Ja, ALP meting, ja, klopt. Ja, dat hadden we alle van de koppels, voornamelijk de vrouwen hadden we dat dan laten doen, om even te kijken hoe jouw herstel is. En hoe was jouw herstel eigenlijk toen? Ja, mijn herstel was wel heel goed, dus daaruit bleek wel dat ik, in mijn slaap herstelde ik weer heel goed. Dus mijn stressniveau was minimaal en... vond ik op zich wel weer heel fijn om te horen. Maar uit die HRV-meting kwam wel dat ik jodiumtekort had. Dus dat ben ik toen ook wel extra gaan gebruiken. En, dus het kwam, uit zo'n meting komt per se alleen maar uit of je stress hebt, maar ook of je tekorten hebt. Als de mensen denken, maar ik slaap toch 8 uur. En, maar dan nog, ook al slaap je 8 uur, kun je nog... want je hebt verschillende fases en dieptes van slaap. En als je dan niet genoeg, dan kun je nog steeds niet genoeg herstel hebben in je slaap. Of overdag moet je ook je herstelmomenten hebben. Ja. Dat je even gewoon, al is maar 5 minuten, even pas op de plaats maakt. Of even ademen, wandelen. Het hoeft niet altijd stil te zitten zijn. Maar dat je inderdaad even kan herstellen. En dat herstel hoeft niet 50-50 te zijn met activiteit en 50% rust. Maar... volgens mij was het iets van 80-20 of 70-30, die verhouding. En met die hartratingmeting hebben we het even over, Raphaël. Je was er even uit. Ja, hoe was dat? Met zo'n extra button hier. Zo'n robot, bionic woman. Ja. Nee, dus dat hebben we ook. Ja, wat daaruit kwam. Ja, die Wim Gelderblom die heeft ook wel heel veel kennis. Hè. Ik vond dat zo'n geweldige man ook. Al die boeken sowieso bij hem daar in zijn praktijkruimte. Die had echt een holistische aanpak. Die keek echt gewoon naar het totaalbeeld. En niet zwanger worden is eigenlijk ook een puzzel die we aan het oplossen zijn. Waardoor we telkens inderdaad weer puzzelstukjes vinden. Oké, daar ligt het niet aan. Kijk, want dit past. Oké, nou nee, dit werkt ook. Dit werkt ook. Totdat je inderdaad erachter komt. Oké, wat is nu het stukje wat ontbreekt? Ja. Dat is ook heel mooi. Want bij welke professionals zijn jullie allemaal geweest? Dus bij Wim Gelderblom ben je geweest? Ja, ik ben een arts is dat dan. En fertiliteitsarts. Mathilde. En bijna. Ja, want bij Mathilde dat je iets herinnert van... Oh ja, dat was voor mij ook wel een eye-opener nog. Dat je dacht... Mij wel. Bij tijd s'avonds die telefoon uit. Op tijd die laptop uit, op tijd de televisie uit. En ervoor zorgen dat die melatonine wordt aangemaakt. Ja, dat blauw licht. Dus ja, vooral en ik denk dat heel veel mensen ook gewoon een issue is in deze tijd. Ja, dus dat zijn de nieuwe stressfactoren. En ook de nieuwe stress wat ze toen noemden is geldzorgen. Dat is voor veel mensen ook een moderne stress geworden. En inderdaad al die wifi elektronische apparaten om ons heen. Ja, dat vond ik ook heel . En Maurice, zijn jullie ook nog bij Maurice toen geweest? Nee, maar Maurice heeft het traject van heel veel gesproken. Ja, daar hebben we ook zeker heel veel gesproken. Ja, dat vond ik een mooie uitspraak van Maurice. Vond ik dat een vogel ook zijn ei niet legt als zijn nest nog niet klaar is. En dat is in feite natuurlijk ook voor mensen. Ik bedoel, het nest, je baarmoeder, alles moet gewoon optimaal zijn. Maar ook inderdaad die rust in je omgeving. Want we staan eigenlijk altijd in die stressmodus. En voortplanting gaat niet voor overleven. Dus overleven gaat voor voortplanting. En we zijn eigenlijk altijd in een staat van overleven in onze huidige maatschappij. Waar we heel veel moeten presteren en de werkdruk hoog is. En dan heeft je lichaam niet zoiets van, dan ga ik eens even voortplanten. Dus, dat stukje was ook vooral het gedeelte bij die fertiliteitscoach benadrukt. Ja, ik heb het ook. Rust. Ja, en ook bij Marit en Almer, die nu ouders zijn geworden van Mats. Daar zag ik het ook heel erg bij Marit. Ze had heel veel stress van haar... baan in het onderwijs. En eerst had ze dan de keuze gemaakt om minder te gaan werken. Maar toen zij de keuze nam om helemaal te stoppen, toen werd ze ook zwanger. Dus het kan ook inderdaad, die hele ballast van je afvallen, kan gewoon die opening en die ruimte maken om een zwangerschap mogelijk te maken. En wat is dan inderdaad even nu die keuze maken als je het financieel kunt dragen natuurlijk. Hè? Als de andere partner ook een baan heeft en die financiële middelen zijn er, dan ja... Kies daar dan voor om inderdaad die rust en die ruimte te nemen. Ja. Dat vond ik echt ook wel heel erg openbaar. Ja. Ja. Komt er iemand in beeld? Ja, dat komt klein. Ja. Loli is voor 26 juli 2017. Ja. Was ze helemaal op tijd? 39 weken en 2 dagen. Dus ja. Dat was goed. Dan zijn jullie gewoon ouders. Ja, dat is echt moeilijk. Ja, dat is zo mooi dan, hè? Ja. De bevalling is niet misschien de mooiste dag van je leven. Als je er helemaal... Nee, maar ook inmiddels. Fijn op ja. Ja, dat is mooi van de natuur. Hè? Die zorgt er dan voor dat je allemaal natuurlijke endorfines aanmaakt. Dat je dat ook weer snel vergeet, al die pijn. Ja. Ja, dat heeft wel een paar dagen geduurd, maar uiteindelijk het is gewoon super goed gegaan. En op de manier zoals we het graag wilden. Ja, thuis hè, en een badje had je nog. Ja, echt super mooi. Nou, mooie herinnering heb je die in ieder geval inderdaad ook in je hoofd. Ik vind het echt heel bijzonder. Jullie waren de allereerste ook van Samen Natuurlijk Zwanger Worden traject. We zijn een jaar geleden begonnen. En toen zat ik bij jullie thuis en haar aan de keukentafel. Is die al verkocht trouwens? Kunnen we nog een oproep doen voor jullie? Ja. Een hele mooie witte tafel met Portugese tegels. Ik zei het al tegen Paul, ik vind hem namelijk eigenlijk best wel mooi. Maar vooral bij hier in de keuken misschien, ja. Nou, ik ga nog eens overleggen. De Brabant is vlak bij, dus kunnen we nog doen. Nee, maar ja, ik verwacht niet dat heel veel mensen gaan reageren. Er zitten wel mensen te kijken. Ah, ik zie Loes Fernandes die zit te kijken. Die zegt, leuk om te volgen, daar is mijn lieve kleindokter. Ah, oma Loes. Nou, leuk dat je zit te kijken. Heel leuk. Dat is ook een foto van Loli die ze op haar profiel heeft nu. Ja, dan is het echt een trots op. Dat is leuk. Ja, dat snap ik. Ja. En hoeveel kleindochters heeft Loes? Of kinderen, kleinkinderen? 4 had dat. Ja. Oh, leuk. En 2 meisjes, 2 jongens nu. Ja. Dat is leuk. Hey Raphaël, heb jij nog iets wat je wil vertellen voor koppels, vrouwen, mannen die nu zitten te kijken en die denken van, nou ja, zal ik hier aan meedoen? Is dit iets voor mij? Heb jij nog iets dat je zegt van, nou, ja, wel of niet doen? Ja, zeker. Het beste is om zwanger te worden en jullie hebben daar moeite mee. Ik weet uit eigen ervaring wat het gebracht heeft en het... een mooi eindresultaat. Dus ja, en sowieso, hè, alle kennis die je hebt gekregen, ook al waren jullie misschien nu nog niet zwanger, dan denk ik dat je ook een heleboel kenniswijzer bent geworden. Ook over je eigen lichaam en de werking daarvan en je gezondheid. Ja, zeker. Dat ik op elkaar zijn gekomen en de dingen die Maurice vertelde, ik vond het gewoon enorm fascinerend en super boeiend. Sowieso de materie, het menselijk lichaam, je psyche, de gezondheid, alles erop en eraan. Het is gewoon heel fijn om daar meer over te denken. Los van het feit dat je dan zwanger wordt, ja of nee, het is gewoon heel fijn om zelf als mens gewoon gezonder te worden en beter in het leven te gaan. Ja. En er zijn gewoon veel dingen die naar Rome leiden. Ja, ik zeg ook altijd, kijk, het is geweldig dat het medische traject bestaat, maar niet als eerste en als enige oplossing. Als je eerst gaat kijken, inderdaad, hoe kunnen we zelf ervoor zorgen dat we er alles aan hebben gedaan wat je maar kan doen. En dan als laatste uitvlucht inderdaad het medische traject kiezen. Of als ondersteuning van, want dat zien we ook. Want je kunt bijvoorbeeld nu in een ICSI traject zitten of IVF, maar door het gebruik van een detox en de juiste voeding en voedingssupplementen kun je misschien een stap terugnemen. Dan kan je van de ICSI naar IVF of van IVF naar IWI. Of zoals dokter De Cler zei heel mooi, dan gaan we zorgen ervoor dat mensen gewoon weer terug naar de slaapkamer kunnen. Dat ze daar zwanger kunnen worden. Dat was maar dat is natuurlijk het ultieme. Dat je gewoon in de slaapkamer zwanger kunt worden. Want dat hele medische... het is mooi dat het er is, maar niet... als enige hulpmiddel. Marianne van de Greep, die zegt nog, ziet er leuk uit. Ik ben super trots op jullie en de prachtige Loli. En hier Ellen en Albert. Zij zijn ook een van de koppels die meedoen aan Samen Natuurlijk Zwanger Worden. Die we hebben gevolgd. Die je ook op de website kunt zien en hun verhaal kunt lezen. En ze zeggen hier nog geen zwangerschap, maar wel veel wijzer geworden in wat je zelf kan doen. En Ellen en Albert, die zijn wel heel dichtbij al. En ik heb wel het vertrouwen in dat dat ook heel goed gaat komen. Daar zijn ook heel veel puzzelstukjes al gevonden en bij elkaar gelegd. Dus ik ben daar wel nog steeds positief over. En wij blijven de koppels ook volgen. Dus het is niet zo van, we laten jullie nu gaan. We gaan met Loli de eerste schooldag doen. Nee, maar in ieder geval de koppels die nog niet zwanger zijn, bedoel ik. Nee, maar dat is ik vind dat gewoon wel... Ik zie nog steeds mogelijkheden, ook bij de andere koppels. Dus, absoluut. Ja. Oh, ik heb hier nog deze foto, die had ik nog niet gedeeld. Oh nee, wacht even. Dan klik ik op iets verkeerd. Kan dat nog weer? Ah ja. Oh ja, die wou ik nog even laten zien. Nee, dan gaat hij... Oh wacht, ik klik weer op het verkeerde. Zo moet ik klikken. Kijk, leuke kleine. Hoppakee. Oh ja, daarboven staat. Ja, geen suiker. I'm sweet enough. Ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om jullie persoonlijke verhaal te delen. Dat is natuurlijk ook heel spannend. De hele wereld gaat jullie nu zien. Ik hoop dat jullie video's ook bij heel veel mensen te zien zijn. De hele serie is voor iedereen ook in de week van de onvruchtbaarheid. Is het of de vruchtbaarheid? Ik vind dan onvruchtbaarheid, maak het week van de vruchtbaarheid. Net als de de week van de borstkanker, maak het de week van de preventie. Ja. Maar in ieder geval, dus de week in november. Volgens mij is het van 6 tot 12. Dan is de hele videoserie gratis te bekijken. Dus ja, voor mensen die interesse hebben, ga dat zeker doen. Alle video's bekijken. Want dat is hartstikke waardevolle content. Maar sowieso, alle verhalen van de koppels, die kun je sowieso bekijken op Samen Natuurlijk Zwanger Worden.nl. Die website is sinds een paar dagen nu live. En ja, dan kun je zelf eens geïnspireerd raken van oké, ja, misschien herken je wel jezelf in een van de koppels. Misschien denk je, oh ja, ik heb ook PCOS. Of ik herken me in het verhaal van of Ellen en Albert of Marit en Almer of alle andere koppels die er zijn. En ja, denk je van nou, ik kan inderdaad eerst beter zelf mijn vruchtbaarheid herstellen dan dat ik het medische traject inga. Of daarnaast, hè, dus heb je al een medisch traject gestart, ben je al bezig met IWI of IVF of ICSI, dan is dit zeker geen belemmering om dat bij te doen. Want het is niet iets ja, wat er niet bij kan, want we zijn gewoon gezond bezig. Het is gewoon gezond eten, gezond leven en... dat kan bij die foute medicijnen. Als ik het zo er even uit mag klappen. Nou, Ilse en Raphaël, dank jullie wel. Even bedankt. Ik ga jullie nemen. Ik vertel de mensen nog even wat afrondens. En dan, ja, wie weet zien we elkaar nog in ieder geval bij de lancering, toch? Dan gaan we nog wel officieel in de week van de ik noem het de week van de vruchtbaarheid. Dank jullie wel. Nee, tot dan. Doei. Nou, leuk. Als je nog zit te kijken en nog vragen hebt voor mij, stel ze gerust. Want het kan best zijn dat je vragen hebt over het programma. Het is een Samen Natuurlijk Zwanger Worden programma. We noemen het preconceptieprogramma. Want de preconceptiefase, dat is eigenlijk de meest belangrijke fase in een zwangerschap. Want dat is de fase voordat je zwanger wordt. De meeste mensen, dan vrouwen, gaan pas nadenken over wat ze mogen eten en wat ze niet meer mogen eten als ze al zwanger zijn. Maar dat is echt te laat, want jouw baby wordt gemaakt van jouw eicel en van zijn zaadcel. En dan kun je er maar beter voor zorgen dat die in topkwaliteit zijn en de juiste voedingsstoffen bevatten. Want hoe schoon zijn jouw cellen? Hoe schoon zijn zijn cellen? Hoe optimaal voorzien van de juiste voedingsstoffen zijn het? Want hij kan wel goed zaad hebben, maar je kunt beter topzaad hebben, zodat het ook... En natuurlijk, goed zaad kan ook wel een eicel indringen, maar dan is het nog niet de garantie dat die eiceldeling ook goed gaat. Dus je kunt zoveel meer doen om je kwaliteit en je kans op een zwangerschap te vergroten. En ook als je al bezig bent met een medisch traject, dan kan dit heel erg ondersteunend werken. We werken met voedingssupplementen, afgestemd speciaal op de man en op de vrouw. Dat zijn de pre-pregnant voedingssupplementen. Daarnaast volg je een detox, zodat je je lichaam schoon kunt maken, maar ook kunt voeden met de juiste voedingsstoffen. Je gaat zonder suiker eten, want suiker is een rover van vitamine en ja, je hebt al die vitamine nodig. Wat ik net ook al vertelde, de pil kan al voor depletie zorgen in je lichaam, maar ook het leven waarin we leven zorgt al voor tekorten. Dus kijk waar je die tekorten kunt aanvullen met de juiste voedingssupplementen, dat je je lichaam gaat schoonmaken met een detox, dat je optimaal gaat voeden en ook die andere kennis dat je krijgt van inderdaad, wat is nou die andere stress, welke andere belasting kan ik nu hebben, hoe kan ik nou van mijn kinderwens ervoor zorgen dat het geen kinderdoel wordt. Dat was voor mij ook een hele opening om daarachter te komen, want voor mij was het op een gegeven moment bijna een doel geworden om zwanger te worden en dat moet het niet zijn. Je moet ook nog andere verlangens in het leven houden. En dat je niet alleen maar gefixeerd en gefocust bent op dat zwanger worden. Want dat is ook niet bevorderlijk. Dus al deze en meer tips en dan ook alle persoonlijke verhalen van die 9 koppels, die vind je in het programma Samen Natuurlijk Zwanger Worden. Op de website samennatuurlijkzwangerworden.nl kun je ook alles daarover vinden. We starten op 15 november met een nieuwe groep. Dit keer gaan we niet iedereen live volgen thuis. Dus geen angst daarvoor dat we met de camera in één keer aan je deur staan. Want dat hebben we alleen bij de eerste koppels gedaan. We zoeken nu 100 koppels die willen starten met het online programma. En we zullen wel een bijeenkomst gaan organiseren nog. Zodat we meer mensen bij elkaar kunnen brengen voor wie dat interessant vindt. En ja, leuk. Want het is gewoon fijn om met gelijkgestemden te kunnen praten. Je krijgt ook toegang tot een besloten Facebookgroep. Waar ook de koppels van de serie in zitten. Zodat je ook met elkaar daarover kunt overleggen. En hoe dat nu is. En, en veel meer. Dus kijk even als je interesse hebt op samennatuurlijkzwangerworden.nl. Je mag ook mij een berichtje sturen. Of via de website contact opnemen als je nog vragen daarover hebt. En ja, ik ben gewoon heel erg enthousiast dat we al zoveel zwangerschappen hebben mogelijk gemaakt. En ja, de kinderwens, hè, die lang vervulde, onvervulde wens van stellen in vervulling kunnen laten gaan. Dus dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag bij een andere Miss Natural Talkshow. Elke maandag 20:15. Dankjewel.